En dan, hij is regisseur en presentator van De Slimste Mensen van Vlaanderen. Oftewel de Belgische Philip Freriks. Maar de sfeer bij de Vlamingen is wel een beetje anders dan bij ons. Met de Erik kon het ook heel erg grap achter. Ik heb er ook even de Erik! Erik! Ja, helemaal uit België is hier Erik van Looy! Wat leuk dat je er bent. Ja, die staan recht. Staan die altijd recht? Ja, die staan altijd, ja. Ah, staan altijd recht? Ja, ze gaan eigenlijk voor het eerst zitten vanavond. Dus ik heb staand gepresenteerd. Nee, wat leuk dat je er bent. Ja? We lieten net een stukje zien van jullie in de Vlaanderen, van De Slimste Mensen, ja, waar ik aan mee mocht doen. Ja. En ik zei de Belgische Philip Freriks, maar zoiets heb ik Philip nog nooit zien doen. Ja, ik weet het niet. Het is een iets drogere versie, hè? Ja? Maar ze werkt wel heel goed. Ja, fijn, ik weet het. Ja. Is er nog niet zoveel gezien? Nee, ik doe graag onnozel. En ik denk dat Filip meer voor een ernstige approach kiest. Ja. En het blijkt allebei te werken. Dus, dat is wel zo, want elke keer, we hebben daar ook wel eens over gesproken van verschillen tussen de programma's. Maar je kan zeggen wat je wil, maar het scoort hier ook als een gek. Ja, dus het format is heel sterk. Ik vind het ook leuk om naar te kijken, maar ik zie jou eens graag een waterpistool en zo. En, fijn, klinkt raar tijdens een oorlog, maar het is waterpistool. Hè, dat, ja. Nee, ik doe graag wat baldadig. Het wordt ook steeds gekker, heb ik het idee. Ja, het wordt steeds gekker, ja. Ja. Ja, ik word ook steeds gekker. Ja. Het saai worden, denk ik. Ja, nee, je wordt wat ouder en je bent bang van saaier te worden. Dan denk je van, laat me maar dingen doen die je niet zou verwachten dat een man van 89 doet. Nee, zo oud ben ik niet. Dat is ongeveer de running gag daar. Dat iedereen, alle juryleden noemen jou elke dag heel oud. Heel oud, ja. Waardoor je na een tijd begint te geloven dat je zo oud bent als Philip Freriks. Maar dat is niet het geval. Nee, valt mee. Nee. Wat heb je erover nagedacht toen je eraan begon? Wat betekent het om... Want je zit de hele tijd natuurlijk met grapjassen en met kandidaten. Je bent ook een beetje gedienstig of zo. Wat moet je in je hebben om het te presenteren? Je moet een beetje ouder zijn, denk ik. Dat is gelukt. Je moet een oorlog of zo meegemaakt hebben. Enfin, nu is het triest, want nu heeft iedereen een oorlog meegemaakt. Ik ben niet meer uniek. Nee. Je moet de indruk geven aan de mensen, denk ik, dat je toch wel ongeveer weet waarover je het hebt. Oh, Wat vaak het geval is, vaak ook niet. Nee. Nee, ik weet bijvoorbeeld niets over culinaire. Ik heb nog nooit iets gekookt of in de buurt van een keuken geweest. Weet je wat ik met sport heb? Ja, waarschijnlijk. Dat is een ramp. Je kwam hierheen, dat wisten we niet eens. Maar je zei, ik heb ook nog wel eigenlijk een primeurtje over De Slimste. Ja, er komt nu ook een Slimste Mens in Duitsland. Dat horen we nu voor het eerst. Ja? Allemaal mensen... Ja. De mensen die gaan allemaal toevallig heel binnenkort naar Duitsland emigreren. En zijn heel enthousiast. Maar wat, en ga je daar wel mee bemoeien? Ik ga er niet mee bemoeien, maar morgen vertrek ik al heel vroeg naar Keulen. Om te praten met de presentator. Om hem een beetje... Om hem advies te geven, vind ik wel leuk. Dat heeft Philip Freriks nooit gevraagd. Nee? Zijn ze wel eens geweest? Zijn ze wel eens op bezoek Ik denk dat ze wel eens geweest zijn, Philip en Maarten van Rossum. Volgens mij zijn ze halverwege doorgegaan. Maar je moet ook lang zitten in het publiek en dat hij koopt. Ja, maar het is leuk toch ook, met grapjes en dingen? Ja, ik denk wel eens het leuk vonden. Ze zijn gewoon naar huis gegaan op een gegeven moment. Ja, ik dacht... Kom op, Philip, het duurt ook heel lang, veel onderbrekingen en zo. Ja. Ze waren weg. En ik ga nu morgen die man, Hans Siegel, wat een grote ster is in Duitsland. Want die speelt daar de hoofdrol in een serie Der Bergdokter. Oh. Dat is zoals de Schwarzwaldkliniek. Die ziekenhuisseries die zich afspelen in de bergen. Een bergdokter? Ik denk een dokter die actief is in de bergen. Zou je denken? Ja. Ja. Dat denk ik. Met één rechterbeen korter dan de linker. Dus. Ja. Ik had één tip, ik zat erover na te denken. Laten we hopen dat ze het niet De Slimste Mens gaan noemen. Toch? Dat betekent iets anders, hè? Verschrikkelijk betekent dat. Ja. Dan moet ik morgen niet zeggen. Ik weet eigenlijk nog niet goed wat ik ga zeggen. Wat moet ik die man zeggen? Moet je hem zeggen? Ja, don't be like Philip Freriks, zou ik zeggen. Nee, dat is niet waar. Nee, ik hou van Philip. Maar het zou leuk zijn als het de comedy-variant wordt, vind ik toch ook. Ah, oké. Je hebt ook, er is één nog andere versie op de wereld in Turkije. In Turkije is er ook een versie geweest, ja. Ja. En daar kon je een auto winnen. En dat was een hele grote auto en die stond in dat decor. Die stond bijvoorbeeld, als wij nu hier zouden quizzen, dan staat die auto hier. En die auto kwam meer in beeld dan de presentator. Ja. Nu moet ik wel zeggen, als je die presentator één aflevering zag, dan snapt hij wel waarom die auto...
Maar goed, dit, hey, mensen weten misschien verloren. Helemaal niet. Als we, we krijgen soms flarden mee van de slimste mensen. Jij bent eigenlijk filmregisseur. Ja, klopt. Je hebt ik heb verschillende baantjes, zoals die... In de gemeenteraad van Amstelveen zit je ook nog. Ik ook, ja. Jij bent, jij bent verslaafd aan Hollywoodsterren. Ja, aan filmsterren, aan sterren in het algemeen. Sinds ik heel jong was. Want hoe uitzicht dat? Ja, toen ik jong was, zat ik altijd in de bioscoop. En ik was echt verlekkerd op niet alleen de vrouwelijke sterren, maar ook de mannelijke sterren. Ik wilde de keuze nog openlaten. En toen ik 14 was, heb ik zo lang mijn opa en oma gezeurd om naar Hollywood te gaan. Omdat ik daar echt de sterren wou ontmoeten. Oh, echt? En dus zij zijn daar 2 weken met mij naartoe geweest. Ben je gewoon in de tuin van Brad Pitt gaan zitten? Of zo? Ja, gewoon. Ik dacht gewoon van, ja, je zult die daar waar tegenkomen. Maar dat was niet. Nee. Dus heb ik een week heb ik zo een Map of the Stars Homes gekocht. Dus om de 200-300 meter op Sunset Boulevard staan ze van die jonge Mexicaantjes Map of the Stars Homes kopen. Ja. En dan, ja, met die adressen ben ik dan 2 weken overal gaan bellen. Daar woont die ster, daar, en dan ben ik overal gaan bellen. Maar ze waren nooit thuis. Er stond altijd wel een auto. Stars. Ja. Dat zullen die stars niet leuk vinden, denk ik. Dat die nee, maar volgens mij is het ook niet waar. Dat heb ik achteraf ondervonden. Ik was nog jonger, ik was 14. Ja. Blijkbaar is dat die verkoop van die maps... dat is gewoon een dekmantel om drugs te verkopen. dus ik ben waarschijnlijk de enige die map ooit heeft gekocht. Gewoon een soort verzonnen map. En dat klopte ook vaak niet. Er stonden ook andere namen op de adressen. Dus koop die Map of the Stars Homes niet. Pro-tip. Als je naar Hollywood gaat, tenzij je zin hebt om te blowen... Dan zou ik het... Dat wel. Nog andere dingen ook. Ik denk dat ze van alles verkopen, maar... Hoe is het met de slimste België? Is toch de oerversie? Hebben jullie daar nog bijzondere plannen? We doen nu de allerslimste mensen ter wereld. Oh. Met name de beste kandidaten van de laatste 10 jaar. Oh. Daar hoor jij eigenlijk bij. Weet ik niet. Weet ik niet. Ja, maar ik heb jou nog niet durven bellen, omdat ik denk van ja, je hebt het zo druk, je hebt nu een dagelijkse show en je bent net geweest. Maar je bent welkom. Volderwijk. Oh jee, ja. Maar je bent welkom. Ik weet het niet, want ik heb natuurlijk ooit in... ik heb ooit de Nederlandse versie gewonnen. Ja. Bij deze kwam ik in de finale. Ja. Dus ik ben bang dat ik bij die volgende gewoon ergens in de top 10 ergens achterin eindig. Dus het is een soort neerwaartse spiraal die ik denk ik nu moet onderbreken. Ja, je moet nu wel rekenen ook. Het is de allerslimste mens. Nu spelen er echt wel sterke kandidaten mee. Zullen we afspreken dat als je mij belooft dat er een auto wordt weggegeven, ga ik erover nadenken? Je krijgt een auto en een Map of the Stars. Dankjewel, Erik van Loo. Fantastisch dat je was. Heel veel plezier in Duitsland. Veel spas. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Gefeliciteerd. Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.